Dus we zitten weer in een auto. Dat wil maar één ding zeggen, dat er weer een evenement is. En ik wou eigenlijk een muziekje zoeken, maar dat lukte natuurlijk niet. Hallo! Volgens mij staat Evie in beeld. Staat Evie in beeld? Ik heb geen flauw idee waar we naartoe gaan. We zitten hier in Dordrecht. En ik maak een bocht. Dat is niet echt recht. Wow. Wat een flauwe humor! Misschien wat peper erbij. I don't know where I'm going! Goedemiddag allemaal en welkom bij een speciale video. Ik ben er weer, Stevie. Ik moet eraan gaan wennen aan dat, ik serieus. Yeah. Wij zijn hier bij een speciale Pokémon dag van Special Edition. Ja, Pokémon Party. Special Edition. Ja, wij zijn hier nou toevallig training card game aan het doen. We horen heel veel gezelligheid op de achtergrond. Hoi! Hoi zeggen! Hoi zeggen! Hoi zeggen! Hoi zeggen! Het is heel gezellig, ja, we horen hallo. Daarachter ook hallo. Nee, die zijn te druk bezig met Monopoly. Pokémon Monopoly. Ja, wij zijn uitgenodigd om hier te komen. We gaan daar nog heel eventjes met de organisator heel eventjes een babbeltje maken over hoe, wat. Daarachter hebben ze de training card game online. En we hebben een DJ, die is Pokémon Muzika. Nog even hoor je zeggen, even zwaaien. Hi. Dus die zorgt voor de muziek. We zitten hier aan vier tafels. Eentje is nog helaas leeg. We hopen dat er nog wat meer mensen gaan komen. Maar we hebben dus allerlei Pokémon activiteiten hier. Zoals Pokémon Stadium kan gespeeld worden. Pokémon Stadium 1, Smash. We hebben een Wannabe Rocket Grunt nog steeds. Ik ben een seconde, want ik ben geen Wannabe Rocket. Ik ben gewoon beter dan Team Rocket. Sorry, ik ben nou alweer vergeten. Ja, ik vergeet jouw naam ook iedere keer. Roy, hè? Zie je, dat zijn Skullgrunts. Incuus, maf. Ja, ik heb een schedel hierin. Ja, en je hebt de hele tijd alsof dat je jeuk overal hebt, zo loop je deel. Maar goed, in ieder geval, ik dwaal af. Dus ja, wij zijn hier gewoon gezellig. We hebben het nou op dit moment training card game aan het doen. Ons deck is spannend. Wij gaan dadelijk kijken wat er dus nog meer te doen is. Dus dat was eigenlijk waar we naartoe reden. Leuk! En ja, trouwens, nou kan ik even van de gelegenheid misbruik maken. Ik maak altijd misbruik van gelegenheden. Ik wil heel even een speciale bedank geven aan Gezellig Creations, Alex, voor het maken van de intro. Ik bedoel, de name change, het is nou klaar, de banner is klaar, de logo die is klaar. Dus alles is nu eindelijk klaar. En voor de mensen die bang zijn dat Zelda Play 20 weg is, nou Zelda Play 20 heeft gewoon een andere naam, dus die is nog steeds hetzelfde zoals ik al bij de update heb gezegd. Enorm bedankt voor al jullie leuke reacties op de video. Heel erg bedankt, er zijn echt enorm veel reacties binnengekomen. Alles echt positief. Maar goed, in ieder geval dus een enorme bedankt naar Gezellig Creations om zo snel een mooie animatie te maken. En ook enorm bedankt naar mijn broertje van Meerkat Studios, Jason. Die dus deze geweldige logo art heeft gemaakt en die de banner art heeft gemaakt. Enorm bedankt daarvoor. Maar goed, verder met het evenement. En ik moet eventjes revenge nemen, want we hebben nu een stand van 1-1. Dus ik moet wel binnen van een Skullgrunt. Nee. Oké, we hebben dus echt net het mooiste effect gehad ooit. Ik heb met Skyla heb ik net gewoon bijna de victory in mijn pocket gehad. Door Golduck. Dus ik had Skyla. Ik zal hier heel eventjes de discard pile laten zien. Ik had Skyla. Oh, ik doe heel even draaien voor jullie jongens. Ik had een Skyla. Daarmee roepte ik Professor's Letter op. Twee water energie. Double jet. 120 damage. Op Mega. Ja, mag ik hem heel eventjes zien? Blastoise EX. Die had al 60 damage. Dus 180. Dus ja, in één keer is het spel helemaal omgedraaid, meneertje Grunt. Ik had helemaal nog niet eens damage gedaan tegen jou. Misschien had je dan toch maar de gok moeten wagen. Nee. Toch niet. Ah, dit is zo leuk. Dan heb je hier Pokémon Stadium 1. Ik ga dadelijk echt zo Pokémon Stadium 1 doen. Dat is zo awesome. Dat is 2 trouwens waar ik nou op focus. Dat is 1. En ik weet niet of ze wouden Smash doen, maar ik weet niet waarom Smash erbij. Smash heeft wel Pokémon, maar het gaat om Pokémon Stadium 2 en Pokémon Stadium 1. Dus nou, hier zitten ze dan lekker op de bank en dan kunnen ze dan Smash en dan kunnen ze Pokémon Stadium gaan doen. Dus hartstikke leuk. Dus hier wordt dan werd flink gereld en Pokémon bak. Heb je een goede pools? Ivy's, altijd leuk. Ja, Ivy's is altijd goed, maar dat is leuk voor mij. Maar het gaat om. Ook voor mij. Voor jou ook, ja? Heb je de goede pools? Charizard. Charizard? Ja, maar die zit er standaard tussen. Ja, die zat er standaard tussen. Ja, Pikachu, jij moet je mond houden. Ik zit niks. Ah, die Pikachu's tegenwoordig. Skullgrunt doet het wel, Alex. Die is awesome. Beste pool ooit. Full art.
En deze natuurlijk. Ja, dat is ook een hele mooie. Daar zou Pikachu wel blij mee zijn. en dan hadden ze daarachter, daar staat nou dan een laptop, maar dan waren ze dan Pokémon Polymon gaan naar pizza eten. Volgens mij gaan we een beetje te veel pizza eten. Maar ja, dan kun je dus online kun je dat spelen. Hier wordt training kwart gedaan. Je had net een hele mooie Eevee getekend. Die willen wij heel eventjes, die pakken we er even bij. Doe het even zitten op de draad. Kijk, hier nou toch eens. Dat is echt heel mooi gelukt. Dank je. Nieuw Eevee, Eevee. Oké, dat zijn de raarste gekleurde Eevees ooit, maar dat maakt mij niet uit. Doe een beweging. Oeh, dat is faal. Oh. We zijn hier gewoon echt gezellig Pokémon Stadium 2 hier aan het doen. Brengt een beetje nostalgie terug. Deze muziek past hier totaal niet bij, maar dat maakt niet uit. We gaan iets van snoepjes maken. Ik blijf in beeld. Lekker pup. Oké, ik heb een plastic bakje. Dit is paars, toch? Ja. En zakjes. Hoe zit een zakje? Er zit één zakje. Oké, dus je hebt deze, je hebt dit ding. En je hebt een bakje. En wat moeten we nou doen? Oké, pak allemaal het grootste zakje. Het grootste zakje. Of juist, met een ster. Dat is inderdaad bouwen van zakken. Met Japans joh. Niet zo op mijn vingers kijken, dus alsjeblieft zeg. Doen jullie bij die unboxing video's ook al? Sheesh. Oké, dus die moet hier in het grootste bakje aan deze zijde hier, hè? Ja, met een ster. Met ster? Oh, er zit een ster. Ja, er zit een ster. Er zit een ster. Blijf niet bang. Gewoon alles? Dat komt zo meteen, ja. Gewoon alles. Oh, nee, je mag niet in je andere bakje. Denk het. Moet alles erin? Alles moet erin. Maar ik ben nou aan het proeven. Oké, jongens. Nou, wij hebben dus nou die poederzakjes opengemaakt. En wij hebben nou dit. Dit is het bakje. En we hebben dus hier hebben we witte zooi. En hier hebben we de blauwe zooi. En hier hebben we de rode zooi. En hier hebben we de oranje zooi. Dus dat is nou de update. Okay. Ja. Met je druppelpipet moet je één heel dingetje met water pakken. Dus even knijpen en dan zo naar boven. Goed. Dat is vaak echt naar niks. Dit is mislukt. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan gewoon de challenge. Jij gaat de challenge doen? Als hij het niet het overleeft, dan hoef ik het namelijk niet te doen. Dus dat komt goed uit. Ik word hier gewoon blij van. Oké, ga je gang. Nom. Dat gezicht betreft. Je moet ze nog in de koelkast zetten. Die moet dit eten. Alleen die blauwe moet in de koelkast. Het is heel zoet. Oké. Maar het is echt heel papperig. Ik ga een hap nemen. Ik heb hier mijn paypal. Weet je wat, ik neem er nog wel in tegelijk met jou. Maar dan van de ander staan. Jan mijn spotlight. Ik ga zo even andere maken. Ja, maar wij willen even een verhaal. Ja, maar als ik ga bijna gewoon dat voor. Ik ga gewoon even zo boeken. Welkom bij Papendrecht. Ja, dat is het niet. Ja, ik durf het niet. Nou, oké. Doe het voor. Steve, een hele korte carrière. Als ik hierop leg, dan gooi ik dat gewoon weg. Ja, dan is het mislukt. Sorry. Maar jullie krijgen een nieuwe, dan kunnen we nog eentje doen. En dan krijgen jullie allemaal dezelfde. Het smaakt naar smurfwater. Ja, je moest dit. Dat is smurfwater. Smurfwater. Ik ga die andere even maar proberen. Dat kan ik niet aan. Dat spoelt er over alle kanten op. Ja, sorry. Maar je mag niks wasten, je moet het opeten. Meteen kun je een andere doen die lappen. Oh, dat is Smurf Wit Slottenbel. Want als je het afval hierop verzamelt. Nou jongens, poging 2. We gaan meenemen. Hier hebben jullie allemaal exact dezelfde. Oké, we hebben allemaal exact. Haha, pun intended. Het zakje. Dus iedereen die het fout is gewoon slecht. Zonder het gezichtje. De afval dat gewoon. Oh, die heeft een gezichtje gekregen. Nou wat? Is het Kool-Aid Man? Bijna. Het is een Japanese afjeksel van Kool-Aid Man. Het is Japanse Pac-Man. Oh yeah! Met dit schepje wat je gepakt hebt, schep je één scoopje water. Eén scoopje water. Roeren, dat kan ik fout doen. Dit lijkt meer op anders dan de vorige. Ik weet het, je moet het even roeren tot het een beetje een soort papje wordt. En dan pak je zakje 2 als het een beetje glad is. Dus zeg maar als het een beetje zo is. Dan pak je zakje nummer 2. Welkom bij Papendrecht weer. Ja. Hebben jullie een beetje geroerd om te laten zien? Ik ben hier, ik ben al eens goed. Ja, ik ben al bezig. Oh, ja, maar goed.
Mam! Ze ja, doet het weer! Oké. Mam, ze doet het weer! Dan pak je allemaal zakje nummer 2. Wacht dan nou even! Dan doe je dus bij het papje. Oh, zakje nummer 2 moeten we bij het papje? Ja, jij bent al klaar. Ik hoef een zakje 2 niet te doen. Ja, die moet je speciaal jij erbij. Ja, dat is blauw. Oeh, blauw, ja. Dat doe je erbij. Oh, dat doe je erbij. En dan weer roeren. En dan nog meer roeren. Jongens, ik laat het heel eventjes zien. We hebben nou zakje 1. Dit is zakje 1 met water. Zien jullie het zo goed? Ik hoop het. Zien jullie het zo goed? Ik hoop dat jullie het goed zien. Dit is papje. En dan moet er blauw bij. Dan laat ik jullie zien hoe dat komt. Welkom bij Koken met Stevie. En dan wordt het grootste ramp ooit. Dan gaat het groeien. Het is mushroom powder. Wat gebeurt hiermee? Ja, dat wordt groter, dat wordt het een soort... Het lijkt marshmallow. Ja, dat klopt. Het is een marshmallow, het wordt een marshmallow. En trouwens, het is een soort snoepje wat je nu maakt. Nee. Sorry, hoe? Nee. Dat klinkt als een klein kind. Nee. Ik zou niet zeggen wat het betekent. Roeren en nog eens roeren. Is dat drommels en nog eens drommels. Nee, is roeren. Is dit Jojo? Ja. Het klinkt heel logisch. Ja, uiteindelijk wordt steeds moeilijker om meer kauwgom. Ja, als er zo'n kauwgom is, dan pak je zakje 3. En die doe je in het vakje ernaast, waar die potato man in staat. Oh, het potato man. Ja, waar een mannetje in staat. Nou jongens, nou hebben we deze blech. Dat zijn Skittles. Oh, lekker. Lijken Skittles. Zijn ze zo goed? Zo'n beetje weer richting de kant op de tafel. Oh, die ziet er zo lekker uit. Ja. Er is er in de kauwgom. Waarom maakt niet uit? Want de derde stap is, als het een beetje goed geroerd is. Dus nou moet je zakje 3? Ja, in het potato man zakje doen. Ja, het is al goed hoor. In het potato, die moet je hierin doen? Volgens mij is het hoe doe je dat? Oké, okay, dus we hebben nou een paar Mentos de Fresh Maker. Gaat dat goed? Ik heb een stiekem cameraman, Greg Rieslui. Hoi. Wat is je naam? Het idee is dat je dus een klein scoopje zo pakt van de kauwgomachtige substantie en dan dipt in de Skittles. Zo, en dan moet je het dan eten. Maar dit lijkt me niet heel goed voor je keel. Dus je moet een blech. Serieus, draaien, een beetje draaien. Oh, een beetje draaien zo. Ja, dat is goed. Draaien. Lippen. Dippen. Dat is hierin dippen nou. Zo. En dan eten. Ik voel diabetes. Tandarts. Gewoon gelijk. Kunnen die dingen nog harder? Ik voel disappointment van mijn ouders. Helaas voel ik dat wel hard. Jongens, dit smaakt als een... Ze zijn er niet eens. Hoe voel ik het? Het smaakt als een gesmolten kauwgombal. Heb je daar ervaring mee? Ik vind die iets te. Ja, kreeg die. Zo, iets te machtig. Ja? Neem een hap. Ja, het blijft zitten aan zijn smoel. Nee! Ja. Wel je bochtje leeg eten. Ja, ik eet gewoon dingen los. En het niet uit je neus laten komen, het zit er hier niet meer uit. Ik drink Cola Light voor een half uurtje. Nu wil ik Cola Light drinken. Het komt ik vind een half uurtje. Dan krijgen we een boerenconcert. Oh, ja. Boeren, dat wil je niet weten. Dan ga je ja. Een boerenconcert. Nu naar een feestje. Ik wil ook een beetje. Kijk, doe jij even de camera even overnemen. Neem ik ook even een hoop van de camera. Ik ga opnemen. Ik heb al last van mijn maag. Oké, okay, dus we hebben nou die blauwe... Als ik hier nou... Is het een zuur... Het is een beetje zuur, dat voel ik. Ja. En dan moet je dan hier zitten. Dan ga ik zo meteen veel boeren. Voor Cola Light ga je onderwijs boeren, ja. Ja, en nou opeten. Jawel! Nou, met haar. Een van jullie wou ook volgens mij. Deze suikerpje is trouwens echt een heel oud. Heel oud Japanse suikerpje. Het is heel goed voor je tanden, dit. En wat moet je overdoen? Qua suiker valt het enorm mee. Als je hebt 80 gram. Procent zuur. Zure matten zijn niet erger dan dit. Nou, zoals beloofd. Ik heb Japanse kauwgom in mijn bakken. Japanse Pokémon kauwgom. Japanse Pokémon. Ik voel me een kameel. Voel je een kwel? Ik voel me een kameel. Met een kameel Pokémon. Camerup. In ieder geval, we gaan Pokémon Stadium dus doen. We hebben alleen één kleine issue. Hij is in het Duits. En ik weet niet hoe ik dit ga filmen, maar ik ga het gewoon proberen. Iets met Magic Carpet Splash. Zie mijn splashje! I can splash!
I can splash your splash. I can splash higher. Harder. Wow. Ja, joh. Yay! Erik zo trots op mij wezen! Hey, weet je wie je magic kan met het splashen? Ja, ik ben hier. Serieus? Oké, okay, we zijn nu bezig met Pokémon Stadium 2 en we doen Pichu Game en dan moeten we zappen met Angle en zo. Oh, ik heb hier mijn trouwe cameraman mee, zeg nog een keer je naam even. Sand. Sand. Oké, rustig jongens. Ja, rustig joh. Mafkees. Oh, wat? Ik druk die kant op. Oh, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Blitzcrack. Hoezo, dat makkelijk te wijken. Ik zat het verkeerde te kijken. Dat moet weer een farfum. Je hebt Moonspeed. Hoe gaat hier aan? Yay! Aan alles komt een beetje een eind. Wij gaan nog een Pokémon trading card doen. En wij gaan nog heel eventjes, stiekem een stukje filmen. Als hier nog heel even stiekem iemand is. Ja, kijk, hier zijn ze nog heel erg stiekem. Heel erg stiekem. Kijk, hier. Oh no! That exposing me! No! Ik heb nog steeds een Japanse kauwgom in mijn bakkers. Lekker. Hoi. Dus, ja, dat was gezellig. Mooi. Dus, daar ben ik blij mee. Dank dat we mochten komen. Graag gedaan. Bedankt jullie natuurlijk voor het kijken. Heb je nou een leukste Pokémon moment? Laat het natuurlijk weten. En ja, trouwens had ik nog een vraag over... willen jullie dat ik nog een keertje naar de Efteling ga om Pokémon Go te doen? Laat dat ook even weten in de reacties, want dan hebben we daar ook weer tot ik dat ergens ga plannen. Volgende week ga ik sowieso naar Comic Con Rotterdam. Blooper. Comic Con Utrecht. Utrecht, want Rotterdam hebben we al gehad. Blooper. Zien we René ook weer. En ja, ik dank jullie voor het kijken. En vond je de video leuk? Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En ja, zelfde ervaring. Ik vond het hartstikke leuk. En we hebben iemand die is aan het zwaaien. Nou al. Dus ja, we hebben het zeker heel erg gezellig. Echt heel veel Pokémon vertellen. Dus, maar goed. Dus. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende video. En waarschijnlijk gaat dat wel weer de Legend of Zelda Twilight Princess zijn. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En Comic-Con, Dutch Comic-Con, die komt... volgende week ergens dus. In ieder geval bedankt. En, ja, jongens, dat is de cameraman. Doei!